Charlie, we zijn gezien. Hier, Charlie, gefeliciteerd. In Target neemt een influencer het op tegen een militaire eenheid van Defensie. Het doel? De militairen te slim af zijn en op tijd het extractiepunt bereiken. Daar staat een voertuig klaar om de influencer veilig het speelveld af te krijgen. In deze aflevering probeerden de verkenners van de Koninklijke Landmacht influencer Royalistic te traceren en in te rekenen voordat hij het extractiepunt bereikt. Onze opdracht is het voorbereiden en het uitvoeren van een verkenningsoperatie met eigenlijk een drietal deelopdrachten. Dat zijn het identificeren van de persoon, het volgen en uiteindelijk op bevel het oppakken. Dus kijken hoeveel ik nou daadwerkelijk aan mijn gaming skills heb in het echt. Ik ben benieuwd. De influencer wordt op een onbekende locatie in onbekend terrein gedropt en moet op zoek naar het target. Het target bevat de coördinaten van het extractiepunt. De enige plek om veilig het speelveld te verlaten. Let's go! Oh ja! Oké, jongens. Oh, mijn ogen, jongen. Ik heb de hele tijd niks gezien. Ik was geblinddoekt in de auto. Maar nu ben ik weg. En I'm gone! Waar ik heen, heb geen idee. De influencer kent het gebied niet en krijgt daarom 20 minuten voorsprong op de verkenners. En via de portofoon hulp van militair expert Charlie. Roy voor Charlie. Wow, kut, hier heb je gewoon hek. Fuck. Hey, hold on. Ja, Charlie. Roy hier. Ik ben nu net vertrokken. Ik ben nu het bos in. Ik ga richting Northeast. Hier, Charlie, vanaf hier ga ik je begeleiden naar je eerste hintpoint. In het speelveld zijn verschillende hintpoints en checkpoints te vinden. De hintpoints geven informatie over waar het target zich bevindt. De checkpoints geven de influencer voordelen waarmee hij zijn positie in het spel kan verbeteren. En dus de kans op de winst vergroot. Oh, zo jongens. Ja, goed voor de conditie. Roy, hier Charlie. Je hebt nog 10 minuten voordat de mannen van Defensie worden losgelaten. We lopen nu nog even over het zand, hè. Nu kan het nog. Over 10 minuten dan openen ze de jacht op mij. Oké, als het goed is zit er ergens op jouw rechterflank een open plek. Daar staat een oranje communicatiepaal. Oh daar. Ik heb een doosje gevonden over. Ik neem er mee de bosjes in. Het is een zwarte box met een code erop. Target hint 1. De target bevindt zich in noordwestelijke richting in een groot zandgat. Hier Charlie, positief. Ik heb een notitie gemaakt. We staan voor een keuzemoment. Er zijn moeilijke en makkelijke checkpoints. Bij een moeilijk checkpoint verhoogt de influencer het risico om gezien te worden. Maar krijgt hij een groot voordeel in het spel? Een makkelijk checkpoint is vrij risicoloos te bereiken. Maar biedt daarna duidelijk minder voordelen in het spel. Heb je een voorkeur? Ik ga voor moeilijk. Je hebt nog 2 minuten, Roy. Je hebt nog 2 minuten succes. Dankjewel. Alle stations hier 4-2 Rome hebben kunnen voorwaarts over. Charlie, geef bericht. De honden zijn los. De eenheden zijn inmiddels het gebied in aan het gaan, dus de druk gaat omhoog. Dus vanaf dat moment dacht ik, alright, I'm fucked. De manier van optreden van de verkenners is als volgt. De influencer opsporen, volgen en uitvinden wat hij of zij gaat doen. Zodra ze voldoende informatie hebben verzameld, gaan ze over tot inrekenen. Zodra je bij de open vlakte bent, dan moet je op zoek naar een markante omgevallen boom. Die wortels die steken een end boven het veld uit. Die moet je kunnen vinden. Ik ben nu bij de omgevallen boom. Roy voor Charlie. Ik heb de hint. Ik ren nu door op zuidoostelijke richting, het bos in veiligheid en dan lees ik de tip op. Wat is het hier groot? Holy shit. We got it. We got it. Door het behalen van deze checkpoint heb je 1 militair geëlimineerd uit het spel. Dat is top. Hier, Charlie, van harte gefeliciteerd. Top, dankjewel. 1 militair, jongens, is uit het spel. Die is gone. Hier, V2, ik heb begrepen dat zojuist vanwege dat...
Cobra een moeilijk target heeft gehaald waar je eenmaal persoon in de min hebt over. Grote heidevlakte vormen. Begrepen. Hou er rekening mee dat er militaire eenheden direct in jouw omgeving zijn. Over. Militair voertuig gezien op deze splitsing. Een groot soort van tankvoertuig. Dat is een Fennec en die zijn gevaarlijk. Die zijn op zoek naar jou. Royalistic is waargenomen door de verkenners. Maar te voet is hij snel en kan hij snel veranderen van richting. De verkenners zijn hem daardoor voor nu kwijt. Maar Royalistic begeeft zich op glad ijs. Hij moet echt proberen onder de radar te blijven. Ik heb even geen tijd om nu de map te pakken, omdat ik het gevoel heb dat ik achterna gezeten word. Dus moet ik de zandvlakte aanhouden of de heidevlakte over? Op die zandvlakte zie je daar een bosplukje los van alle anderen staan met wederom zo'n parachute erbij, vraagteken. Dat is namelijk een hard checkpoint. Als Royalistic dit moeilijke checkpoint bereikt, kan hij hulp krijgen van twee snipers. Roy, je Sierra over. Op een gegeven moment hoorde ik dus Sierra door mijn walkie-talkie. Ik dacht van, oké. Dit kunnen twee dingen zijn. Of het is een foutje dat ik per ongeluk een van die gasten op mijn kanaal hoor. Hoi, ik wil dat je richting 9 uur kijkt. 50 meter, een stukje terug naar de oppervlakte verplaatst. Daar bevind ik me. Over. Roy die heeft contact gehad met dus de vijand. Twee snipers. Die zien hem aankomen en die maken inschatting. Oké. Hij gaat dat checkpoint wel halen, maar de dreiging is erg hoog. Dus we halen hem nu al binnen. Gevonden, over. Ja. Hier Charlie, Sierra goed bezig. Begeleid hem door de omgeving heen. De vijanddruk is aardig hoog. Mijn opdracht is om jou 800 meter te gaan escorteren. 800 meter? Samen met mijn buddy, die ligt achter je. Zie ik daar gewoon nog iemand liggen? Zeg maar dat was puur omdat hij opstond dat ik het zag. Maar anders had ik het serieus niet gezien. Met die ghillie suits ben je gewoon volledig undercover en volledig gecamoufleerd. Holy shit, gast. Wat een uitrusting. De verkenners staan op scherp. Ze zitten Royalistic op de hielen. De timing van de twee snipers is voor Royalistic daarom perfect. We lopen nu eens met z'n drieën door het bos heen. Ik word een soort van geëscorteerd door het bos. Twee bedekte gasten dus bij me. Die super, super goed gecoverd zijn met het gras door hun outfit. Echt heel sick. Ze hebben ook goede wapens. Dus ik ben wel veilig met deze mannen, denk ik. Niet normaal intens. Maar super vet. Cobra is waargenomen. Die is verplaatst nu richting oostelijke richting. Hij is waargenomen met twee man personen die bij hem aangeklikt zijn. Met de snipers kan Royalistic zich voorlopig ongezien verplaatsen naar het target. De plek waar hij de coördinaten van zijn veilige extractiepunt krijgt. Oké, Roy, hier Charlie. Als het goed is, word jij gebracht richting een gravelweg. Positief 200 meter. En aan de overzijde van de weg, en als het goed is brengen die jongens je ongeveer in die richting, zit het zandgat. Daar dien je zelf naartoe te verplaatsen, zij brengen je alleen tot aan de weg over. Ja, kan je? Ik ga de oversteek maken. Die twee Romeo, hier 0%. Alles Jans hier, Romeo. Cobra is juist tussen punt 2-0 en 2-1. De weg overgestoken. Royalistic is weer gezien door de verkenners, maar even snel weer van de radar verdwenen. Zolang je beweegt, sta je dus niet stil en ben je veel moeilijker te vangen. Want eenmaal uit het zicht kan men niet bij je komen. Massive zandkuil gespot. Ben ik bij de hard target. Ik ben bij de koffer. I got it, jongens. Groene rook, over. Oké, je moet zo snel mogelijk de koffer openmaken en de instructies op de laptop volgen, over. Ik ben ermee bezig. Oké, de laptop is aan het opstarten, jongens. Kijk dan. Ik open hem nu. Holy fuck, gek. Realistic 100%. Locatie. Locatie, kom nu door, over. Notitieblok gereed. Positief, zend bericht. 5,3967, spatie. 5,8818. De tijdklok loopt af van 29 minuten 24. Het extractiepunt is nu bekend. Met nog maar 29 minuten op de klok vertrekt Royalistic direct naar het volgende checkpoint. Oh jongens, ik heb al 30 minuten. Maar het is zo zwaar. Hoi, wacht even.
Maar we zetten door. We never give up. Ah, fuck. Hey. Hoi. Goed gedaan. Thanks, man. Ik heb weer een volgende checkpoint ontvangen over. Door het behalen van deze checkpoint heb je vervoer met een jeep vrijgespeeld. Oké. Eén stappen. Yes. Blijf laag zo meteen. Oh. Ik zit momenteel in de buggy. Ik heb een beschutting over me heen. Ik moet stil blijven. Ik heb tot nu toe best wel veel checkpoints gehaald. De hard target, net met de coördinaten. Binnen 30 minuten moet ik er zijn bij de getaway. Ik ga het halen, 100%. De terreinwagen wordt gespot door een Fennec. De verkenner zet de directe achtervolging in. Ik kan je horen. Is van allemaal. Hierheen. Door uit de terreinwagen te springen en direct de dichte bebossing in te gaan, is Royalistic de verkenners wederom te slim af. Charlie, we zijn gezien. Ik ben uit het voertuig gesprongen. Rechtsaf gegaan, ik zit in de bosjes. Ze zijn een weg overgestoken, waardoor zij onder waarneming kwamen te liggen van een Fennec. Als hij blijft verplaatsen, kunnen ze niet bij hem. Roy, hier Charlie, je hebt nog 5 minuten om je extraction point te bereiken, over. Nog 5 minuten. Dan gaan we nu gewoon kaart rennen. Hier Charlie, Roger. Ik wil je echter wel eerst op via je kaart laten zien waar je naartoe moet. Want ik weet exact waar je moet zijn. Ik heb de locatie gespot. Ik zie een groot hek. Er lopen hier militairen door het bos heen. We zijn hier echt niet langs militairen. Ik kan echt niet meer. Ik ben op. Terwijl het einde is in zicht. Het is zo dichtbij. Royalistic is slechts een paar honderd meter verwijderd van zijn extractiepunt. Maar hij voelt de hete adem van de verkenners in zijn nek. Hij is volledig omsingeld. Het is nu erop of eronder. Met nog een kleine minuut op de klok heeft Royalistic nu 2 opties. Verstoppen voor de verkenners en hoe dan ook verliezen. Of de gok wagen en een sprint trekken naar het extractiepunt. De druk is op dit moment dusdanig, ik hoor je niet meer over rijdende voertuigen, dat je gewoon de gok moet nemen en iets met durf. Oké, jongens. Het is zover. We gaan een oversteek maken. There we fucking go. Oké, Roy, ik loop weer. En toen wist ik, ja, dat is de knal. De knal die het spel beëindigt. En ik dacht, nee, dude. Het voelde een beetje alsof ze je toetje gewoon afpakten. Van, oh, ik heb echt zin in een toetje. Oh ja, oh, we maken even een lekkere cheesecake voor je. En hij staat over 2 minuutjes klaar. Jij komt op 1 minuut 59 aan. 2 minuten, je ziet hem staan. Je ziet die cheesecake staan. En dan net wanneer je hem aan wil raken, wanneer je hem ruikt al... Alles hem weg. Ik baal als een stekker. Absoluut. Ja. Ik bedoel dat je zo dichtbij bent en dat je dan het eigenlijk verliest doordat de tijd op is. En je dan zo ver bent gekomen dat je dat die getaway vehicle kon gewoon ruiken. Weet je. We konden benzine al ruiken gewoon. Die stond al klaar. De motor stond al warm te worden. En dan haal je toch net niet. Ik vind dat Roy het ontzettend goed heeft gedaan. Dat baseer ik op de manier waarop hij zich heeft verplaatst. Hij heeft na een kleine theorieles best wel goed inzicht weten te verschaffen voor zichzelf. Ik vond zijn manier van communicatie vond ik erg prettig. En de wijze waarop hij zijn opdracht voor ogen hield. Ik denk dat hem dat ook wel geholpen heeft door het doel voor ogen te houden. Om zo in ieder geval bijna zijn eindpunt te halen. Dus dat was genieten. Het was leuk. Unieke ervaring. En... ja, de volgende keer pak ik ze gewoon. Sophie, mag ik even tegen Charlie zeggen dat ik niet vreemd ga? Hey Charlie, je bent alsnog de enige voor mij hoor.